In de gehoorzaal van het CPI is zaterdag de Werkplek Lerendag gehouden. Bij Werkplek Leren wordt er gestreefd naar samen opleiden om inzichten, ervaringen en oplossingen uit te wisselen. Het Instituut voor de Opleiding van Leraren en de Pedagogische Instituten hebben de afgelopen jaren het Werkplek Leren steeds belangrijke rol gegeven in het onderwijsprogramma. De organisatiestructuur van het stage, de wijze van begeleiding van leerkrachten in opleiding en de beoordeling is aangepast. Ook de rol van de stagescholen is veranderd. Bob Koster lekt de Werkplek Leren van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg, heeft in dat kader de inleiding Werkplek Leren meer dan een kunstje verzorgd. Hij geeft aan de hand van een voorbeeld aan hoe Werkplek Leren in elkaar zit. Joanna, en ik kreeg van Joanna na afloop van het gesprek een mail waarin zij zei: ik heb voor het eerst een gesprek gevoerd waarbij we echt de diepte in gingen. Want waar wij achterkwamen is dat er wel thirst for thinking plaatsvinden. Maar dat als je kijkt naar wat er nou precies, wat ze aan vragen stelden aan leerlingen, dat ze toch een beetje bleef hangen op het algemene niveau. Dus dat ze in die vragen stellen en in een dieper vragen stellen die bij leerlingen echt een denkproces op gang zouden brengen, dat ze daar een slag op kunnen maken. Dat pikte ze op. En hoe ze dat moest doen, daar ging het helemaal niet over. Hoe ze dat moest doen, daar komt zij wel uit. Maar dat bewustwordingsproces, omdat daar de puzzel zat, dan maken we een slag van het kunstje naar de verdieping. Dus mijn boodschap is, en dat doe ik ook wel eens in trainingen, als je een oefening doet met het reflectiemodel, probeer alleen maar tot fase 3 te komen. Bob Koster, lector Werkplek Leren aan de lerarenopleiding van Tilburg. Na de inleiding van Koster waren er diverse workshops waaraan onderwijsgevenden mochten deelnemen. De thema's waren morele dilemma's in het leraarschap, motivatie en werkplek leren, transfer en werkplek leren en onderzoek doen naar werkplek leren. De Werkplek Lerendag is georganiseerd door studenten en docenten van de Master of Education in Teacher Training. Een opleiding die tot stand is gekomen via een partnerschap tussen het IGSR, de Antonicom Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Ook het directeurenoverleg van de pedagogische instituten, de werkgroep De Nieuwe Leerkracht, met ondersteuning van het VVOB, werkte mee aan de Werkplek Lerendag.